Bij BMW is het leven altijd redelijk simpel. Eerst komt er een machine uit met iets nieuws en langzaam maar zeker volgt dan het hele rijtje. Nou, dat is bij de BMW R1200 GS niet anders. Vorig jaar hebben we al de waterfiets gekregen, de R1200 GS met precisiekoeling noemt BMW dat het liefst, want het woord water lag wat gevoelig. Een jaar verder heeft ondertussen bijna niemand geklaagd en is het dus een succes gebleken om de R1200 GS over te zetten van een boxer met luchtkoeling naar een boxer met waterkoeling. Nou, dan komt vanzelf de rest van de boxenblokken komt aan de beurt. En in dit geval is dat dan de BMW R1200 GS Adventure. De Adventure kennen we al jaren. Heel veel mensen willen het allerliefst een Adventure hebben. En waarom? Nou, niet om wereldreizen op te maken, maar om te dromen van wereldreizen. Eigenlijk gewoon eens in het jaar een tripje naar de Ardennen. En een beetje indruk maken op de buurvrouw. Niks mis mee. Maar heel ver in de wereld komen dit soort motoren niet. Er zijn er natuurlijk een paar die laten zien dat dat kan. Alleen dit apparaat weegt 260 kilo. En dat betekent dat je heel gaaf op snelwegen kan rijden. Maar zo gauw als je ook maar één korreltje zand onder de banden krijgt, moet je serieuze endurocapaciteit hebben om dit apparaat, en vooral als je dan nog wat bagage erbij hebt, om dat allemaal overeind te houden. Dat is echt gewoon niet makkelijk. Dus er is maar een heel klein aantal mensen die daadwerkelijk met de Adventure op avontuur gaat. En de rest gaat gewoon lekker. Hartstikke gaaf. Naar de Ardennen. Weekendje knallen met de vrienden op de R1200 GS Adventure. De verschillen dus. Waarom koop je een R1200 GS Adventure? Nou, vooral omdat hij er heel groot uitziet. En hij is ook groter. Hij is hoger, hij is breder, hij is zwaarder. Er zit een grotere ruit op, de vering staat wat hoger, dus je hebt wat meer bodemspeling. Eigenlijk is het vooral groter. Deze is ook groter, is 10 liter bijgekomen, heb je 30 liter dus. En BMW claimt dat met waterkoeling dat hij iets zuiniger is. En dat je daardoor dus nog veel verder en veel langer zou kunnen doorrijden met deze GS. Andere dingen, natuurlijk zat, maar ik kan het niet heel eerlijk zeggen, want dit is een machine. BMW heeft blijkbaar niet zo heel erg veel vertrouwen in de kale fiets, die kost 18.900. Maar bij deze hebben ze er gewoon even, dat doen ze met alle persdemo's, 4 mil aan extra's bijgesleutels. Alles zit hierop en aan wat je maar kan verzinnen. Dus het is best moeilijk om eerlijk wat te zeggen over de capaciteiten van de kale versie van de Adventure. Het allerbelangrijkste nieuwe aan deze GS is eigenlijk niet zo heel nieuw, want dat kennen we al een jaartje. Maar voor deze Adventure is het wel weer helemaal nieuw. Daar, dat ding. Waterkoeling zit er hier. En waterkoeling zorgt ervoor dat er 125 pk, 125 Nm is. En dat is voor zo'n grote allroad zeer zeker niet te weinig. Daar kan je zat mee vooruit en vooral omdat die motor zo zwaar is. Op de snelweg heb je er zat aan. En hier, stel dat je het in je hoofd krijgt om toch nog wat enduro-achtige activiteiten te ondernemen, dan is dat meer dan genoeg. Dat motorblok, daar moet je wel een beetje aan wennen als je niet eerder op deze soort motoren gereden hebt. Ik vind vooral dat de motor heel veel bijgeluid maakt, heel veel, nou bijna geratel wat je hoort. En dat is dan redelijk normaal, wordt er gezegd, maar het overstemt als je aan het rijden bent bijna het uitlaatgeluid. En dat vind ik dan persoonlijk weer minder normaal en ook niet zo heel erg fijn. Maar andere dingetjes, die ruit is heel fijn te bedienen met je linkerhand, gewoon onder het rijden. Mijn collega dacht er anders over, dus het verschilt per persoon waarschijnlijk, maar ik vond dat goed te doen. Het nadeel is nog wel dat het niet ultra veel windbescherming biedt en dat die wind vooral onderuit komt. Op de een of andere manier slaat het gelijk onder je helm. Ook qua rijden, het is natuurlijk nogal een apparaat op nogal hoge poten waarin je nogal hoog op het zadel zit. En dat betekent dat het best zo nu en dan een hoop gewicht is die de bocht in wil met je. Heel goed te doen en het cliché is ook hier weer van toepassing. Als je eenmaal rijdt valt het gewicht van je af, maar als je de bochten gaat nemen valt het er ook wel weer een beetje in. Conclusie, R1200 GS Adventure stuurt goed, rijdt goed, loopt goed, doet alles goed. Kost goed geld ook en vooral als je zoals BMW denkt er alle accessoires bij moet nemen die je nodig hebt. Dan kost hij namelijk 22.900 zoals die hier staat. En dat is gewoon echt heel veel geld. Maar daarvoor krijg je dus wel een klassieker, een imponerende motorfiets. Een motorfiets waarmee je op vakantie kan en waarmee je naar je werk kan.
Dus een motorfiets die heel veel zaken bij elkaar heeft. Of deze nou zo ontstellend veel verschilt van de vorige? Eigenlijk niet. Zou je zeggen, is dat teleurstellend? Nee, helemaal niet. Want dat is juist precies wat BMW wilde. De overstap van luchtkoeling naar waterkoeling moest zo geruisloos mogelijk verlopen. Ja, en als je het zo bekijkt, is die operatie 100% geslaagd.